repair system. That's it. Take the shot and we're finished. Oh. Nice! We hebben een foto gemaakt. We hebben... M'lady. M'lord. Hebben we er een beetje zin in, jongens? Hebben we zin in deze video? Mijn softbox staat wel heel ver. Wacht even hoor. Ik ga hem iets minder fel zetten. Welkom bij deze video. Vandaag spelen wij weer GTA. Story mode, welkom. Hallo, hey, Jotem. Leuk dat je weer bij de video bent. Hey, wat spelen we nou weer vandaag? Wat toevallig, het is weer story mode. Wow, Max, origineel, ik weet het niet. Ja. Yo, leuk dat je bent. Ga lekker story mode spelen. Ik denk dat het eerst misschien met Frank kunt doen. Zal wel een duimpje omhoog en abonneren even. We hebben de 14.000 abonnees behaald. Dus echt iedereen. Naar jullie. Allemaal kusjes en knuffels, allemaal leuk. En aardig. Maar dank jullie wel. En dan gaan we rustig door. Dus allemaal even abonneren als je nieuw bent. En even liken als je Max heet. Dus dan worden er weinig likes. En dan gaan we naar de eerste missie. Let's go. Oké, voortaan wat ik ga doen in episodes is vertellen over de laatste missie. Dat jullie een beetje weer in de story komen. Tenzij je echt net de laatste hebt gekeken. Voordat je zeg maar alles in één keer kijkt. In ieder geval, laatste episode. Hebben wij met Franklin, Lamar en nog een andere faggot, hebben wij een zieke drugsdeal gedaan die helemaal uit de hand is gelopen. Maar voor de rest ging het wel goed. Nee, we hebben mensen gekillt en zo. Dat is niet de bedoeling bij een drugsdeal, hè? Of niet? Oké, maar we zijn nu bij Lester, bij een warehouse of zo. Return is Michael to start his mission. Oké, jongens, ik denk dat ik het begrijp. De blauwe dingen op de map, letters, slash vraagtekens, die zijn van Michael. En de groene, die zijn van Franklin. Ik word door een rennennummer gebeld. Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Yeah, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Ugh. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. Now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work. And I thought maybe you could provide. Ja, fuck off. Het zal wel interessant zijn. Hij is member crew. Oké, nou in ieder geval. Fuck dat. We zien wel wat we met hem kunnen. Met die guy. Maar we zijn bij Lester nu. Was Michael. Kijk, daar heb je hem. Dus er vliegen 100 miljoen muggen en vliegen. Oh, we gaan hem volgen. Hallo, Lester, de beste. We zijn in je warehouse. Wat gaan we voor? Muggen, joh. Rot op. We gaan lekker missies doen. Ik ben benieuwd wat Lester vandaag voor mij in petto heeft. The Union Depository. And they say it cannot be hit. Has it been yet? Look. Okay. I just owe some Mexican hood a couple million bucks to erect his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, I met him. He was charming. So what do you think? Okay. See, either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was a... an Eastern European guy making moves in Liberty City. He went quiet. Waarschijnlijk hebben we het over de enige echte Trevor. Iedereen kent Trevor. Got any contacts in LS or not? Dat gaat leuk worden als ik met hem kan zijn. They're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Oké. Ik moet dus nu waarschijnlijk. Wat gaan we doen eigenlijk? Ik ben heel benieuwd wat we doen. Ik weet niet eens wat we gaan. Lester, jongen, slome slakstappers in. Shops on Little Portola. Go to Rockford Hills. Nou, we gaan even ergens heen. Het is 2 kilometer rijden. En ik neem aan dat jullie dat niet willen zien. Dus we gaan even lekker knippen. Oké, we zijn er. Heel huis. Niks. een paar keer gebeurd per ongeluk. Ik ging even frisbrussen kijken. Maar we zijn bij een winkeltje. Maar wat gaan we hier doen? Moet ik me weer omkleden of zo, zoals vorige keer? I don't know. Oh, I don't know. I don't know what we're gonna do. Oké. Pardon, zo, sorry. Hier is het. Okay, let's get this done. Go to the jewelers. Oh, oh.
Wacht, enter glasses, hidden camera. Oh. Oh, ik heb een... Oh! Oh my god! Ah, hij is in pack! Oh, dit is zo cool. Ik hou van fucking mopsontjes. In ieder geval, ik heb een glas, een bril op nu met de camera erin. Wat is dit? Last I checked, we were chasing Vangelico. Get in there! Oh, rustig, rustig. Oké, maar... Exit camera, ik heb niet de goede. Ik moet omhoog. Ik zit niet op de goede plek. Ik moet spioneren, denk ik. Op, ik zat echt in een hele andere winkel. Oké, okay, Max, je bent retarded. Het zal wel. Let's go. Oh, een butler doet hem open. Dank je. Klopt. Thanks. Waar is het? Daar. Daar, dit. Dat heb ik nodig. Oké, okay, mooi. Ik ben aan het spioneren. Ik moet foto's maken van objecten. Van camera's. Daar. 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 Oké. Okay. Hallo. Ik moet een beetje iets pakken voor de vrouw in mijn leven. Maar één van hen. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about okay. it. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. Too much. I'm thinking maybe... $10,000? $10,000. Our start at 8, our pendants start at 12. Alright. So these things built the last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. Okay. Karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. Okay. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Ik was aan het spioneren dit eigenlijk. Wat ben je een beetje aan doen? Dank u wel, portier. Ik ga weer terug naar Leicester. Ik was eerst de hele tijd net bij de verkeerde fucking winkel. Ik was echt retarded. Maar in ieder geval. We hebben zojuist foto's gemaakt met ons brilletje van allemaal objecten. Oké. Okay. Nu moet ik fucking eyes on the roof of the building. Maar dat zal niet veel goed betekenen. Oké, boys. Ik heb in ieder geval spionnenfoto's gemaakt. Find the access point. Oké, okay, ik moet het op het dak zien te komen, maar... Oeh. Oeh. Waar? Oh! Oké, weet je? Go to the roof. We hebben goed geparkeerd zo. Dan gaan we kijken of wij het dak op kunnen. Hallo. Kunnen wij het dak op? Oké. Okay. Dus het is gewoon... Hier kan ik omhoog. Oh! Omhoog! Oké! We gaan nu het dak op, omdat wij wat van de ventilatieschachten wat foto's nodig hebben. Kijk, ik ben op het dak. Wat nu? Ik denk dat above the store is... Bedoelt hij dit? Nee, denk ik niet, hè? Nee, oké. Okay. Ik heb foto's nodig. Oh, hold up. Oh, kijk eens aan. Is dit het? Nee. Wat is het dan? Oké. Noordwest, dat is van daar. Dit is het hoogste punt. Zie je, moet ik omhoog? Dan moet ik even de ladder op. Fucking camera! Zo, hier moet ik de ladder op en dan gaan we kijken naar het hoogste punt en gaan kijken of we foto's kunnen maken. Zo. Denk ik, dit is het hoogste punt. Noordwest, Northeast Side. En dan zelf foto's maken. Oh, ik moet het volgen, kijk. Hier, oh. Hier komt het uit. Of daar, oh. Waar komt het uit? Dit, hier komt het uit. Daarboven. There we go. Dit is het hoogste punt. There we go. Ik zie het nu. Ik was even weer iets harder bezig, maar... Gevonden. It,
Nice! We hebben een foto gemaakt. We hebben foto's gemaakt. Waarschijnlijk gaan we dan een lekkere bankoverval doen. Of bankoverval, Woutse Bank. Een jewelry, oftewel een sieradenwinkel. Heb je een heel andere naam voor mij? Kom er even niet op. En dan gaan we die overvallen, denk ik. Dat wordt wel heel dope. Ik weet niet welke missie dat is, maar... Oh, rustig aan. Rustig aan. Kom op, Michael. Naar beneden. Naar beneden, Michael. There we go. Oké, we gaan weer terug naar Lester in de auto. En ik ben benieuwd wat hij voor mij in petto heeft. Ja, rustig aan, Lester. Ik ben onderweg. Ik kom al. Hier, take your glasses back. Let's go back to the garment. Stink glasses. Oké, go back to the garment factory. Volgens mij is dat de warehouse van Lester. Daar gaan we nu weer terug naartoe. Ik denk dat het wel leuk wordt. Lekker een dinges jewelry overvallen. Dat, ik, misschien volgende missie al. Maar daar hebben we toch een extra iemand voor nodig. Ja, cool. Rustig aan. Ik denk dat we daar Franklin voor gaan gebruiken. Lekker met onze Mattie Franklin. Dat gaat wel leuk worden, denk ik. We zijn er bijna, by the way. We hebben nu 6 foto's gemaakt. We zijn helemaal het dak opgeklommen. Om ook foto's te maken van het ventilatiesysteem. Ik weet niet waarom we dat nodig hebben. Dat zal wel, denk ik. Misschien om erin te gaan. Oké. Oké, we zijn er. Ja, hier, we hebben het over Franklin. Oké. Hier de foto's. Wie is dat? Nice to see the methods haven't changed. Well, gotta figure out what we're doing somehow. Okay. All the crews, the roles, prep work. Don't leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right. Not for a pro. Well. Okay. Yeah, this is a heel plan. Stappen, dinges. Making decisions. Okay. That is your domain, my friend. Here. And there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Okay. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system and hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your famous way with people and 4 carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, we've got to find some in circulation. It's awkward, it's real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. Yeah. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right. If you vouch for him, I'll take the risk. Okay. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Okay, we gaan nu kiezen of we de... Ik geef een kleine samenvatting. Of we gaan het nu... De robbery. Oftewel de overval gaan we nu plannen. Hoe we hem gaan doen. Gaan we hem heel luid doen? Of toch gewoon binnen rushen met fucking guns en zo? Of gaan we hem heel sneaky doen? A.k.a. What do you think? Oh, rustig aan, Lester. A.k.a. met gasbommen naar beneden gooien dat alles de binnen helemaal neervalt en dat ze vergast worden. Ik denk dat ik dat ga doen. Dat lijkt me leuk, to be honest. Smart. The smart way. Oh, in plaats van de loud way. Lekker met gas of zo. Oké. De crew. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Oké, we hebben niet... Oh jawel, nu moeten we een biker hebben. Een driver. We hebben een driver nodig. Deze guy.
Jezus. Oh, maar die vraag op meer. Eddie is beter in rijden. En ook in outside kiezen en zo. Maar hij wil meer. Deze is minder goed, maar die wil ook minder. Riskant. Of ik nou een guy die goed kan rijden meer moet betalen. Of nou een guy die minder kan rijden en dan meer moet betalen. Minder moet betalen. Weet je? We doen die ene guy die wel iets meer wilt. Maar dan hebben we tenminste betere. Guns. Oké, nu hebben we iemand nodig die guns voor ons gaat regelen. Die, of te, gaat regelen, die met ons mee gaat doen met guns, met schieten en zo. Nou, weet je, ik heb weapon choice, shoot rate, accuracy. Ik heb daar niet zo'n erge guy voor nodig. Dus we doen die guy die wat minder wil en wat minder goed is. Oké, die hebben we wel goed nodig. This is the person who will determine how long you get inside. Oké. This guy, Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Weet je? Zij is super goed, maar wel 15%. Dan heb je deze guy is minder goed en die wil 10%. Dan heb je die Ricky met zijn mooie mustache en die wil 4%. Dus we doen hem wel. Ik heb hem, hij was die guy van die luchtgitaar, weet je? Dus we doen hem. Hij was wel grappig. Are you sure? Ja, nee, dan is dit de planning. Research on a pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Yes, good. Good. I'll call you when everything's ready. Okay. Pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. Okay. I'll call you. Okay, dat was de missie. Ik weet zeker dat hij nu klaar. Ja. There we go. Jezus, zeg, we hebben een hele fucking heist ingepland. Hele missie, gewoon hele overval hebben we ingepland. Oké, wow, dude, dat was awesome. Oké, in ieder geval, ik ga nu weer save, voordat ik was bijna vergeten. Quick save. Create new save, doen we dat we een lijstje krijgen. Maar jezus, boys. Oh, Franklin belt, wacht nog heel even. Komt ie. Hey, what's up? Hey man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank okay. you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy okay. Lester will get in touch with the details. Oké, we hebben nu dus. Franklin belde mij. En die zei. Nou, als ik belde Franklin. Sorry. En we gingen praten over dat ik Franklin nodig heb in mijn crew. Voor die fucking overval. Maar oké, dat was het dan, boys. Dankjewel voor het kijken weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik had mijn facecam, deze video, iets kleiner. Hier, waar ik zit, hallo. Omdat jullie dan iets meer zien. Dus is chillen, neem ik aan. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. Ik vlieg nog steeds hier de vlieg rond. Ik ga gelijk nog een ding eens opnemen. Dat jullie er overmorgen weer eentje krijgen. Weer een story mode. Maar tot de volgende keer. Je voelt de outro aankomen. Ja, ik weet het. Wat een originele intro. Wat wow, dan komt de outro. Ja en nee. En dan daalt weer. En dan is het tot ziens. Doei.